Hoi allemaal, ik heb vandaag ontzettend leuk nieuws voor jullie. Om te beginnen, ik heb een eigen deelcollectie samen mogen stellen voor de webshop houseofloop.nl. En dit vond ik echt super leuk dat Milou, de eigenaresse, mij hiervoor heeft gevraagd. Omdat het nu de 4 weeks of Christmas is op haar webshop. En samen met 3 andere meiden mochten wij dus een deelcollectie samenstellen. Dus in totaal zijn er 4 deelcollecties samengesteld. Met eigenlijk sieraden die echt bij die persoon passen. Deze deelcollecties hebben we samengesteld met Sarah van Ultimate Fashion Lover, Sharon van Looks by Sharon en Lizzie van Our Favorites. En het is echt super leuk om hier deel van uit te maken, omdat ik mijn eigen collectie dus mocht samenstellen speciaal voor deze feestdagen. En zoals jullie misschien wel weten, ben ik echt van de statement kettingen en gewoon de opvallende sieraden. Ik vind het echt super om dat te dragen. Het heeft gewoon een hele andere touch aan je outfit en het is gewoon echt helemaal mij. En voor deze deelcollectie heb ik dus ook prachtige sieraden uitgekozen. En één sieraad uit deze collectie die ik nu dus in deze video ga laten zien, mag ik ook weggeven. Dan kunnen jullie dus kans maken op een sieraad die ik heel erg mooi vind en dat echt helemaal mijn smaak is. Dus ik ga in deze video mijn deelcollectie laten zien van de 4 Weeks of Christmas. En aan het einde van de video zal ik wat meer informatie geven over de winactie die online komt op mijn blog. Die komt dus niet op mijn YouTube kanaal online, maar op mijn blog. Dus dat moet je ook even in de gaten houden, maar dat vertel ik aan het einde van deze video nog eventjes. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en ik wens jullie veel plezier met kijken. Nou, zo ziet de deelcollectie er dus uit op de webshop. Je ziet hier dus al mijn kettingen die ik dus ook in deze video aan jullie ga laten zien. Dit zijn de kettingen die heb ik uitgekozen, dus dit is mijn deelcollectie. En op de site van House of Lou heb je dus ook nog de andere deelcollecties van de andere meiden staan. En Lizzie die komt pas volgende week, dus haar collectie kun je volgende week bekijken. Maar de meiden die vorige week zijn geweest en die week daarvoor, die zijn nogal te zien op de webshop. Ik ga jullie nu het eerste sieraad laten zien die ik heb uitgekozen voor mijn deelcollectie. Eerst deze ketting. Dit is echt een prachtige statement ketting. Hij is goud en dan heeft hij echt van groene steentjes erop zitten. Hele grote steentjes, maar ook wat kleinere steentjes. Hij heeft de naam Christmas Tree Happiness gekregen. Ook de namen van ieder sieraad heb ik zelf uitgekozen. Ik vind hem echt ontzettend mooi en ik zal hem ook eventjes omdoen zodat jullie kunnen zien hoe dat eruit ziet. De normale prijs van deze ketting is €8,95 en tijdens deze week, dus mijn week van 4 Weeks of Christmas, de ketting €6,95 kost. Dat is een ontzettend leuke korting die je dan krijgt tijdens deze 4 Weeks of Christmas. De volgende ketting die ik heb uitgekozen is deze prachtige ketting en echt, als je deze ziet dan denk je toch meteen, wow, dit is echt gewoon de perfecte kerstketting. Tenminste, ik zou deze denk ik met de feestdagen gaan dragen. Het is gewoon echt een knaller. Dit is zo'n mooie ketting. Ik denk persoonlijk dat ik deze met oud en nieuw zou gaan dragen. Omdat die gewoon heel erg mooi daarbij past. En ik zelf ben echt gek op zilveren ketting. Maar vooral met die diamantjes erop. Dat maakt het gewoon helemaal af. En feestelijk, ja, dat is het zeker. Hij heeft prachtige diamantjes erin zitten. Hele mooie elementjes kun je erin terugvinden. De ketting die heet de Silver Chris Madness Chain Necklace. En ik vond die naam gewoon heel erg leuk erbij passen. Omdat het echt Christmas Madness is. Tijdens de kerstdagen dan wil je gewoon een mooie opvallende ketting dragen. Dus vandaar deze naam. Deze ketting kost normaal €13,95, maar tijdens deze week zal die €10,95 gaan kosten. Dus dat is absoluut niet duur voor een prachtige statement ketting. De sieraad, of sieraadjes die ik heb uitgekozen zijn deze prachtige ringetjes. En ik ga ze ook allemaal even omdoen, zodat jullie ook close-up kunnen zien hoe die eruit zien om mijn ring, om mijn vingers. En het zijn hele schattige kleine ringetjes die je kunt gewoon verdelen over je hand. En dan heb je hele mooie goudkleurige ringetjes om. Ik zelf vind het persoonlijk mooier om gewoon hele subtiele kleine ringetjes te dragen als je een opvallende ketting draagt. Dus als je bijvoorbeeld deze ketting draagt, het is al heel opvallend, dan kun je deze bijvoorbeeld combineren met kleine ringetjes om te doen. Ik combineer altijd subtiele ringetjes met een opvallende ketting en ook oorbellen draag ik eigenlijk bijna nooit als ik een grote statement ketting draag. Maar in ieder geval, deze ringetjes hebben de naam Goldie Jolly Rings gekregen. Dat vonden we wel een hele toepasselijke naam voor deze ringen. De ringen kosten normaal €4,95, maar tijdens deze speciale ze maar liefst €3,95. Dus dat is een leuke korting voor deze ring. Dan zijn deze prachtige oorbellen. Dit zijn zwarte oorbellen die echt perfect te combineren zijn bij een wat subtielere ketting. Omdat je oorbellen natuurlijk al echt opvallen.
Deze zijn vrij groot, helemaal zwart, dus dat is wel handig. Dat als je een gekleurde ketting om wil doen, dan kun je dat combineren met zwarte oorbellen. Ik zelf had nog geen zwarte statement oorbellen, gewoon perfect voor de feestdagen. Ik vind het echt hele mooie oorbellen. Heel makkelijk te combineren, want ze zijn zwart. En ze hebben wel een mooi glansje eroverheen. Dus de oorbellen hebben we de Black Diamond Earrings genoemd. Kosten normaal €4,95 en tijdens deze week kosten de oorbellen €95. Dus dat is echt helemaal niet duur voor zulke oorbellen. En ik vind ze ook nog eens ontzettend mooi en klassiek staan. Want het is zwart en ze zijn best wel groot. En als je dan bijvoorbeeld een knotje in doet, dan ziet het er gewoon heel erg mooi en elegant uit. Het laatste sieraad die ik ga laten zien is deze armband. En deze heb ik ook uitgekozen omdat het een beetje een chunky armband is. En ik vind dat heel erg mooi. Armband die heeft hele mooie zwarte steentjes zoals ik al zei. En dan is hij mooi, heeft hij aan de achterkant een kleine sluiting. Ik vind hem echt perfect voor de feestdagen ook. Hij is echt heel erg mooi. Deze heb ik gewoon de naam Chunky Gold Bracelet gegeven. Dat leek me wel een toepasselijke naam voor zo'n chunky armband. Normaal €5,95, maar nu tijdens deze week maar liefst €4,95. Dus dat is een leuke korting. Je krijgt 1 euro korting op de armband. De ketting die je kunt winnen op mijn blog is deze. En ik weet gewoon zeker dat al mijn volgers deze heel erg mooi vinden. Vandaar dat ik deze ook wilde gaan weggeven tijdens deze winactie. Je kunt kans maken op deze ketting door op mijn blog mee te doen aan de winactie. Dus mocht je hier kans op willen maken, dan zou ik zeggen graag snel naar mijn blog. Morgen komt de winactie online. Dus die kun je dan morgen op mijn blog zien en dan meedoen aan deze geweldige winactie. En misschien maak je er wel kans op en heb jij straks een prachtige ketting voor tijdens de feestdagen. Nou, dat was dus mijn deelcollectie van de 4 Weeks of Christmas op House of Lou. Ik hoop jullie deze video leuk vonden en dat jullie natuurlijk mijn collectie ook erg leuk vinden om te zien. Ja, natuurlijk duimpjes omhoog als jullie deze video leuk vonden. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En neem ook zeker eens een kijkje op de webshop van House of Lou als je mijn sieradencollectie wilt bekijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!